hebben we deze welspuit natuurlijk op het plein onlangs geïntroduceerd. Ik sta hier bij Gert, die heeft veel meer verteld van deze machine. Dus Gert leidt ons even rond met deze machine, specificaties en hoe de werking eigenlijk is. Gert, vertel eens. Nou, uiteindelijk, dit is dus een John Deere veldspuit. En de veldspuit is er voor gemaakt om de gewasbeschermingsmiddelen toe te dienen aan de gewassen die groeien. En dat kunnen aardappels zijn, dat kunnen uien, wortelen zijn. Noem maar op, kan ook grasland zijn. Ja, dus om die middelen op het land te krijgen, is dus de veldspuit uitgevonden. Daar zit een grote tank in, dat zie je dus, het gele gedeelte. Het gele gedeelte, daar gaan we dus het water in pompen. Ja, ik zie allerlei aansluitingen zitten aan deze kant. Klopt. Nou, we gaan het water dus, gaan we dus aanzuigen. En dat doen we dus via deze aansluiting. Ja. Met een slang in de sloot of in een bron. Ja. Kunnen we het water opzuigen, de tank in. Oké, dus je kun je zelf helemaal redden wat dat betreft. Ja, uiteindelijk kun je alles via deze elektrische knoppen. Ja. Kun je dus de spuit bedienen. Dus er zitten... Maar dan moet je uitstappen. Uiteindelijk zou je uit moeten stappen, maar de bedoeling is ook dat je dus ook het middel toe moet gaan voegen. Ja, oké. Okay, dus dat je begint, begin je met water pompen ergens? Ja, klopt. Je gaat hier dus eigenlijk gewoon de slang afkoppelen. Ja. Dan ga je dus de pomp aanzetten, elektrisch. Dan zal hij dus het water toe gaan voegen aan de, in de tank. Ja. En dan gaan we daar dus een middel weer bij toevoegen. Wat die dus, ja, en het middel kan dus zijn om insecten te kunnen aanpakken, zeg maar, een luis op het blad. Of het kan ook een kunstmestmiddel zijn, dus om te zorgen dat het beter gaat groeien. Dus we kunnen er twee kanten mee op. Oh, dat wist ik niet. Ja, dat is inderdaad waar. Dus, je trekt hem dus vol? Nou, uiteindelijk, hier hebben we dus de slang ingezet en dan gaan we dus hier naartoe en hier gaan we dus het middel bij toevoegen. Dat doen we dus in deze spoelbak. Nee. Deze trekken we naar ons toe en dan kunnen we dus in deze bak kunnen we dus het middel toevoegen. En ja, dat kan dus van alles zijn wat dus op dat moment nodig. Het meest geschikt is en nodig is om het gewas beter te laten groeien. Als we het hier ingedaan hebben, dan wordt dit ook weer aangezogen. Dan gaat het ook weer naar de tank toe. Ja. En daar wordt het in de tank wordt het weer vermengd. En door de vermenging heb je dus gewoon een gewasbeschermingsmiddel, zeg maar, om je blad te beschermen, je plant beter te laten groeien. Oké, dat ben je voorbereid. Nou zie ik tegenwoordig op, die trekkers allemaal zo'n hele, dezelfde kleur bijna GPS-unit zitten. Wat gaan we doen? We gaan het veld in en dan? We gaan het veld in, dan gaan we dus uiteindelijk alles dichtklappen. Ja. Dan hebben we deze voor dicht. Dan gaan we dus op de trekker zitten en dan gaan we dus naar het veld toe. En als we op het veld zijn, dan gaan we dus de spuitbomen gaan we dus uitklappen. De spuitbomen die klappen we uit en dan gaan we dus, zijn we dus 40 meter breed. 40? Dus dan kunnen we in één keer kunnen we 40 meter kunnen we breed het gewas aanpakken. Oké, maar dan ga je dus nog een trekker bedienen. Dan ga je dus alles ga je vanuit de trekker bedienen. Daar hebben we dus ook eigenlijk deze bediening. Kunnen we dus ook in de trekker doen. Ja. En vanuit de trekker gaan we hem dus laten spuiten. En dan zie je dus in de boom. Ja. In de boom, zie je dus allemaal deze doppen zitten. En aan de hand van die doppen kunnen we dus gewoon het middel op het gewas brengen. Dat is eigenlijk gewoon hoe de veldspuit werkt. Maar dan is het groot. Maar dan in het groot? Ja, dit is dus een 40 meter machine. Ja, dat is serieus. En dat is gewoon heel serieus. Ja, dat klopt inderdaad. Oké, dankjewel voor nu. In ieder geval een uitleg wat we in het klein gezien hebben, nu het echt in het groot. En met deze speelgoedboerderij is natuurlijk van het klein vergelijkbaar. Mooi gedetailleerd, mooi verkrijgbaar. Wil je meer zien, ga naar onze website toe. Of zoek de website af van John Deere zelf.